Hallo mensen, ik ben Joris Swering en ik ga vandaag repeteren bij muziekorganisatie Noord. Joris is 15 jaar en hij is helemaal bezeten van muziek. Op 7-jarige leeftijd heeft het muziekvirus hem gegrepen. Eerst heeft hij jarenlang in een koor gezongen. De laatste jaren speelt hij piano en gitaar en zingt en componeert hij zijn eigen liedjes. Inmiddels heeft hij 2 singles op zijn naam staan, waarvan de laatste onlangs verscheen. Ik hield graag van actief iets doen en actief voor mij dat was gewoon mensen vermaken eigenlijk. Ik hield van theater en ik heb een jaar op theaterles gezeten en het zingen vond ik gewoon heel leuk en dat ben ik besloten te gaan doen. En ik vond het eerst een soort van een beetje eng om alleen te gaan zingen. Dus ik dacht van ik begin in een koor en toen ben ik wekelijks les gaan opbouwen met solfège en een individuele zangles. En dat heb ik zo ongeveer 5 jaar lang gedaan. Het eerste lied dat Joris presenteerde aan het publiek was de single Our Story. Een lied volledig in eigen beheer uitgebracht met daarbij ook een officiële videoclip. Our story is more than just a lie. Walk Away is de tweede single en dat is wat Joris hier aan het repeteren is. Een lied dat over hem gaat en waarmee hij zich behoorlijk blootgeeft. I wanna walk away, you walk away. Walk Away gaat over het weglopen uit de situatie waarin je zit. Het is lastig om jezelf thuis te voelen in een bepaalde groep. En op den duur, je wil gewoon een soort van eigen plek of je wil met elkaar zijn. En Walk Away gaat er eigenlijk over dat je naar een plek loopt waar het beter gaat. En het hoeft niet per se lopen te zijn, het kan eigenlijk in principe alles zijn, maar het gaat erom dat het moraal is. Weglopen uit de situatie waarin je zit om een beter leven of een beter iets te krijgen. Een behoorlijk heftig onderwerp voor iemand die nog maar 15 jaar is. Hoe zit dat precies? Ik ben vroeger zelf gepest en ik heb in een situatie gezeten waarin ik, of zit soms nog steeds in een situatie waarin ik mezelf niet helemaal mezelf voel. Soms voel ik me best ongelukkig en op andere momenten voel ik me heel blij. En onder andere door muziek maken voel ik me heel blij. En na Walk Away dat ik die heb afgerond, voelt het gewoon een pak van mijn hart natuurlijk. En ik vind het gewoon heel fijn om mijn muziek op dit soort manieren te maken en zo te brengen aan de wereld. Een jongen van 15 jaar die zich soms ongelukkig voelt, dat is niet niks. Nou, het is een beetje een taboe, want het heerst onder de jongeren eigenlijk. Er wordt niet veel over gepraat, denk ik, heb het idee. Maar op de school waar ik vandaan kwam, zijn een aantal leerlingen die zich in dezelfde situatie bevinden of bevonden als mij. En er mag over gepraat worden, denk ik. En dat doet Joris dus in Walk Away. Maar de jonge tiener heeft veel meer in zijn mars. In december gaat er een EP verschijnen die qua muziekstijl richting de dance gaat. Dat komt omdat ik ben natuurlijk op zoek geweest naar mezelf. En ik wil verder komen en ik heb het idee dat ik mezelf beter kan ontwikkelen. En daar ben ik mee bezig gegaan. En ik heb nieuwe liedjes geschreven en ik ben met nieuwe nummers bezig, met nieuwe genres. En dat daagt me heel erg uit. En op deze manier probeer ik nieuwe doelgroepen te betrekken. Nieuwe genres, dat is dance wat we zojuist hoorden. Ja, klopt. Het is een future bass. Dat is op een vrij snel tempo. Het is vergelijkbaar met Martin Garrix. En die naam zijn naast namen als Sam Hollow en Shawn Mendes, Joris zijn grote voorbeelden. Toevallig ook artiesten die hij graag in de voetsporen wil volgen. Je hebt verschillende videoclips heb je geplaatst op jouw YouTube-kanaal. Wat dan vooral opvalt, de comments die eronder staan, is dat iedereen zo ontzettend enthousiast is, ontzettend positief is, jouw complimenten geeft. Als je dan zulke berichtjes leest, wat doet het met jou? Het is een soort van erkenning voor de muziek dat je gemaakt hebt. Je hebt
bijvoorbeeld voor Our Story heb ik ongeveer 20 uur lang op mijn kamertje gezeten achter elkaar om het in elkaar te zetten. En ik heb natuurlijk ook gewoon nog een dag erover gedaan om het te schrijven en in elkaar te componeren. En dat is gewoon een heel fijn gevoel dat mensen zich uiten over jouw muziek. En dat vind ik, ook al is dat negatief, er zit er soms kern van waarheid in. En daar kan je gewoon mee verder. Dat is gewoon heel fijn. I wanna walk away, where should I go? I wanna walk away.